Yo, guys, welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon, eigenlijk Pixelmon. Seizoen 2, aflevering 2. Ja, we zijn weer waar we gebleven waren. En dat was in dit huisje. Namelijk, we hebben een kleine team al van Chorchick, Scatterbug, Pidoof, Krabby en Snubbull. Klopt. Dit was het team wat ik in de vorige aflevering heb gefixt, uiteindelijk. En dan ga ik even op zoek naar een beetje lager level Pokémon. En ik ga even kijken. Oeh, level 29. Maar even kijken. Want we hebben Courage Boost Steps. The first step to become a successful Pokémon trainer is creating your own Pokéballs. Build your. Ah, oké. Okay. Hoe kan ik dat het makkelijkst doen? Door dit en ijzer. Maar omdat ik nog alleen maar een houten pickaxe heb, kan ik nog niet heel erg veel. En dat ga ik natuurlijk nog in deze aflevering uitbreiden naar, hoe heet dat? Steen. Want daar krijg ik ook achievements voor. En ik ga dan ook maar voor stenen spellen. Ja. En natuurlijk wil ik ook uiteindelijk mijn Pokémon laten evolueren. Jullie kunnen het al zien. Dit is het dorp waar ik in leef. Hey, hier heb je een gym. Waarom zit hij niet bij de dorp en. Maar ja, nevermind. Ik verblijf hier ook voor zolang dat ik hier wil blijven, I guess. Maar de gym zit echt letterlijk aan die kant, volgens mij. Of aan die kant, weet ik niet. Precies. Ik ga even iets hout fixen, want ik had geen hout meer. En, nou ja, ik had niet genoeg hout om wat te kunnen maken. Oeh. Oké, en dan switch ik over naar Krabby. Waarom naar Krabby? Omdat die makkelijk is om te gebruiken nu. Want Krabby is namelijk super effective. Oké. Watergun. Nee. Right. Bit of. En dan Gust. Jo. Oké. Dan 40, ja. Detect, ja. Tickle. Yo. Ja, ik heb nog een ijzer ook nog nodig. En niet gelijk in de comments zeggen van, oh, je hebt al ijzer hier. Nee, dit is geen ijzer, dit is bauxite. En van bauxite ores kan ik uiteindelijk wat anders krijgen dan ijzer.
Dus nee, het is geen ijzer. Is goed bed. Leuk. Maar ik heb al een flyer in mijn team. Plus, ja. Uiteindelijk wil ik wel naar een gewoon huisje gaan, maar voor nu zit ik mooi goed. Oh ja, kool heb ik ook nog nodig voor een oven. Als brandstof voor mijn oven, die ik al wel had, maar weet ik niet zeker. Maar ja, helaas. Dan ga ik even naar mijn huisje. Die zou toch hier ergens vlakbij. Want dat weet ik nog. Ik moet ook nog een electric type in mijn team nemen. Volgens mij had ik nog niet eens de zaden geplant. Ja, nu net zijn aardappel toevallig. Oh wel. Ja, ik dacht van niet, maar wel dus. Ja, in die zorgen was ik trouwens ook geweest in de vorige aflevering. Dus ja, op naar mijn huisje. Want ik had mijn huisje. In de berg gebouwd. En ik kan weer verder. Oh ja, hier. Ja. Ook had wel genoeg sticks. Ja. Ja. Top. En top. En dan zo. Zo. En even kijken. Nee. Ik kan daar niet tegen vechten. Ik ga even op zoek naar die gym.
Die zat ook ergens vlakbij. Of die zat aan die kant. Toch wel aan die kant, denk ik. Want ik zag een gym op de kaart net staan. Maar dat ik er zelf nog niet naartoe was geweest. Of dat ik er wel langs heen ben gelopen, maar me niet was opgevallen. Ja. Oh, yo. Een abra. Oeh. Ja, dat zijn natuurlijk. Jezus. Even kijken. Ja, daar. Dan loop ik toch de verkeerde kant op. Dat is toch die kant op, want dat is niet die toren. Toch? Want die toren staat wel iets buiten het dorp, maar die is totaal niet blauw van de bovenkant. Wat ik kan zien. Tenzij het wel toch die toren is. Ja, het is toch wel die toren. Ik dacht dat het een gym was. Dit is ijzer. Heb ik heel toevallig ook nog nodig. Had ik echt letterlijk nodig voor wat anders. Oh, een Tower Rush van level 15. Snubbel ga ik inzetten. Van het ding. Ik hoop dat ik hem. Of. Gewoon paralyzed kan krijgen. Omdat wordt het makkelijker voor mij om hem te kunnen vangen. Want ik heb eigenlijk al een Pokémon met een electric move. Yes. En nice. Want gaat je verbazen, maar Tauros kan surf. En ik hoop dat hij erin blijft. En come up, come up. Yes. Yo. Scatterbug gaat evolueren.
Nice. And there's protect spare power. Ah, nice. Oh my god. Yo. Want Pidoof kan ik ook nog laten evolueren, maar ik weet niet van precies welk level dat hij gaat evolueren. Dus ja. Trouble. Gaan terug naar het dorp. Hallo, Paul. Oh, het dorpje is daar. Oh, echt. Maar ja. Ik stop wel veel energie in de afleveringen. Oh ja, trouwens. Deze aflevering is op woensdag opgenomen, maar komt op vrijdag online. Oftewel, voor jullie is het dan vandaag al vrijdag. Maar voor mij is het vandaag nog woensdag. Dan weten jullie dat vast. Want ik probeer elke dinsdag en elke woensdag wil ik proberen Pixelmon voor jullie op te nemen. Want dat is het voor mij ook leuk. En voor jullie ook leuk. En dan ga ik even al mijn spul wat ik even niet mee kan nemen. Wat best wel onhandig is om mee te nemen. Daar ook even mooi hier zo in. En dan ga ik die even in de oven doen. Dag. Oh ja. Deze. Zo. Zo. En. Met een button. En daar heb ik een Ultra Ball gemaakt. Maar nog in de Pokeball. En dat was de beetje een van de opdrachten. Can you visit the matter? Ja, kan wel. Ja, opdracht neem ik even mee. Lijkt me wel leuk om een keer de netter in te gaan. En dan ga ik even naar. Zo. Dan zijn die ook geheeld. En het wordt nacht. En dat betekent dat ik dan ook ga slapen weer in het spel dan. Een aluminium staaf hebben. Zo. En dan moet ik even wat kool fixen weer. Dat betekent een mine sessie. Ja. Dan moet ik ergens gaan minen. Of ik kan ook gewoon hier zo
De golf van halen. Vandaan halen. Oh ja, en in de vorige aflevering, die trouwens ook al online stond, heb ik verteld dat ik 2 keer in de week Xomon wou gaan doen en 2 keer in de week dat ik, hoe dat, wil gaan spelen, namelijk, hoe heet dat, Kingdoms. Dat was het. Ik kwam even toen niet op. Even een brain fart. Zo. Dan moet ik even iets meer ijzer vinden. Want. Of. Nee, ik heb wel genoeg ijzer. Ik zat een beetje fout te denken erbij. Van, hè? Wat was die recipe ook weer? Maar ik weet het weer. Maar ja, George gaat ook al lekker eigenlijk met de XP. En van. Ultra Raccoon against Hannah. Cave said Ultra Space and Divulge information to me. It have arts. Ja, die neem ik ook wel mee. Ik ben benieuwd. Wat hier zo te vinden is, want er is iets op deze eiland en op die en daar. Ja, zo. Ja. Een full heal. Ja, dat had ik net nodig. En dan zit hier zo nog wat. Ook zo'n balletje. Wat ik echt heel nodig zou moeten hebben. Toch? En anders. Een item to be held bij een Pokémon. Dus. Discarded. Capper. Carapace enables the holder to switch out of battle without fail. Ja. En dan is het ergens daar ook nog eentje. Oh ja, en voor degenen die nieuw zijn in de serie, bij de serie, dit ding, daar komen eens in software raids bij. Dan weten jullie het ook alvast. En dan heb ik ook even wat zand mee. Waarom? Omdat ik uiteindelijk van zand ook glas kan maken. En glas heb je later niet alleen maar als ramen nodig voor je huisje, maar ook voor items te kunnen maken. Ja, zeker. Ik denk dat ik binnenkort ook. Met de Kingdoms ook een nieuw seizoen ook maar gaat beginnen. Daar hing ik ook lekker op. En dan vind ik het ook wel leuk om samen met Pictopet meer samen te gaan werken bij de Kingdoms. Oh.
even een lag. Maar ja, ik ga terug naar het dorpje. Daar moet ik trouwens ook een waypoint op zetten. Dacht ik me ineens. Hey, Magikarp. En als ik dat Tauros ook surf kan leren, zou het mooi meegenomen zijn. Ik wil ik uiteindelijk naar Combusken en Blaziken en dan door naar Blaziken laten evolueren. Waarom? Omdat ik dan ook kan mega laten evolueren. En top. Want ik ga even een stukje muur weghalen hier. Ik kan ook niet al te veel weghalen hier, want je ziet het al. Anders kom ik ook in de boxcenter uit. En kan ik hier nog weg? Ja. Zo. Top. En dan pak ik even mijn hamer. En dat doe ik alvast. Zo. En dan is het rammen maar. Zo. Deze geef ik maar aan Krabby, want Krabby heeft heel toevallig Watergun. Ja, oké. Want nu wordt Watergun ook sterker. Tijdens het spel. Dus ja. Snubbel. Ik heb je even nodig voor deze battle. Bite. En yo. En kijk nog schade te brengen. Nice. Een veertje neem ik mee.
Oh ja, en alle Pokémon hebben trouwens ook een ability, zoals Tragic, mijn favoriete Pokémon. Die heeft de ability Blaze, en dat zegt power-ups, fire-type moves, when the Pokémon is in trouble. En, oh, Shedskin. The Pokémon may heal its own status conditions. En, dat is nice. En, Bidoof heeft Big Peaks. Protects the Pokemon from defense lowering attacks. Okay. Prevents other Pokemon from lowering its attack stat. And intimidate. Lowers the opponent's hitting Pokemon's attack stat. Okay. And intimidate. Okay. Top. En dan vind ik het wel weer genoeg geweest voor deze aflevering. En dan loop ik even terug naar mijn huisje. En dan zeg ik nog maar één ding. En dat is tot de volgende video. Adios.